Hij en ik zijn in een oneindig gesprek. Waarom eigenlijk wel, waarom eigenlijk niet? Bruin wou dingen die niet konden of mochten. Hij kreeg heel vaak nee te horen. Hij wil een superster worden. Ik vind het interessant om met alles wat hij wil te kijken hoe het wel kan. Je moet je beseffen dat superster worden voor hem iets anders betekent. Het kan ook een optreden in de keuken betekenen in een speciaal gemaakt pak. Ik moet filteren wat een opwelling is en wat een intrinsieke wens. Tussen Bruin en mij is het altijd een samenspel van wat hij wil en wat ik wil. Hoe moet ik het noemen? Ik was altijd zijn oppas en toen werden we collega's. En inmiddels ben ik eigenlijk ook een soort voogd. Mijn droom is dit. De zorgwereld gemengd met de gewone wereld. Dat overal waar je komt, in elke sector, op elke plek, een reminder is dat er vele soorten hoofden zijn. Ik vind het zo leuk hoe Bruin met taal omgaat. Dan zeg ik bijvoorbeeld, wat een leuk gebouw. En dan zegt hij, dank je. Hij mag van mij niet zomaar alles roepen naar iedereen. Maar ik vind het niet erg als hij mensen uitmaakt voor huishoudelijke apparaten. Daarom zitten we nu vaak op een bankje koffiezetapparaat naar mensen te roepen. Ik was iets van 15, 16 toen ik op hem ging passen. Ook samen met mijn vrienden. Mijn vrienden en ik en de broers, we waren een soort mini-community. Wij waren niet normaler dan Bruin. Nu ben ik dan wat ze noemen zijn dagbesteding. Hij is 4 dagen per week in mijn atelier. Dat is ook spannend. Soms vraag ik me af, weet ik wel genoeg? Is zo experimenteren eigenlijk wel goed? Wat ik doe, het soort zorg, het is een ander soort commitment. Want ja, hij is niet helemaal mijn kind, maar ook niet alleen een baan. In mijn atelier is het altijd leuker, beter met Bruin erbij. Ik denk dat dat is omdat als Bruin erbij is, iedereen voelt, dit is een niet-normatieve omgeving. Je kunt hier op heel veel manieren jezelf zijn. Hij is een filosoof die telkens de norm bevraagt. Waarom eigenlijk niet? Waarom eigenlijk wel? Ik moet dus zelf ook altijd elastisch blijven, altijd mijn blik verruimen. Dat zou iedereen moeten doen. Koffiezetapparaat. Onderzetter. Theekop. Koekenpan. Frituur. Eiersnijer. In de wereld van Bruin kan iedereen een superster worden. Dus dan denk ik, misschien wil ik dat ook wel. Waarom niet? Bruin. Deze is voor jou. Spijkerbroeken in Amerika.